Ik kwam dan laatst kwam ik zo de sportschool uitgelopen. En ik had helemaal zo'n rood en bezweet hoofd. En dan wil je al niemand tegenkomen. Maar ineens staat mijn buurman, Gerrit, die staat zo voor mijn neus. En die zegt, zo buurman, lekker gesport. Ik zeg, nee Gerrit, ik heb net mijn belastingen geregeld. Hij zegt, ja, moet ook gebeuren. Hoor je, het komt niet eens binnen, echt niet. En je ziet hem ook nooit aankomen. Het is een soort sluippraatjesmaker, is het? Hij staat altijd, ineens staat hij zo naast je of achter je in de supermarkt. En dan ben je zo niks vermoedend zo in avocado's aan het knijpen. En dan staat hij ineens achter je. Ga je lekker koken? Dat je, godverdomme Gerrit. Het zou die ideale ninja zou het zijn. Hij heeft dan geen werpsterren of giftige pijl. Hij heeft gewoon dodelijk saaie gesprekken en ongefundeerde meningen. Dat heeft Gerrit. Hij wil nu constant met mij praten over IS. En kijk, ik begrijp het wel met al die aanslagen en zo. Dat is natuurlijk heftig. Maar ja, ik vind wel, als je ergens je mening over gaat geven, dan moet je er iets van weten. En ja, ik weet al weinig van IS, maar ja, mijn buurman Gerrit, dat is echt... Nou, ik werd laatst gecorrigeerd door iemand na afloop. Die zei van, het is niet beleefd om dom te zeggen. Je moet zeggen, niet geactiveerd. Geen idee of dat beleefder is ook. Nee, dat is super naar. Wat je dan zegt is, jouw hersenen zijn niet geactiveerd. Super naar. En ik heb zelf een betere omschrijving. Ken je dat op een tube zelf zo staat, niet om in te nemen? Ik dacht altijd van, maar waarom nou? Maar dat is voor Gerrit. Anders vreet hij het op, echt waar hoor. Die hele tube er zo in één keer in. Of lekker met een zakje Bugles, dat is Gerrit. Nou,